In hoeverre komt racisme voor binnen de kerk? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Gisteren waren duizenden mensen op de been om te demonstreren tegen racisme. Ook vandaag en morgen komen mensen in Rotterdam en Den Haag bij elkaar om te protesteren. Maar in hoeverre komt racisme ook voor binnen de kerk? Daarover ga ik straks praten met theoloog Hedwig Komproe. Maar eerst naar Amerika, waar de demonstraties zijn begonnen. President Trump dreigt het leger in te zetten om het geweld bij antiracisme demonstraties terug te dringen. Sinds de dood van George Floyd, die omkwam door politiegeweld, is het daar erg onrustig. Aan de telefoon Wim Kranendonk, Amerika-kenner. Goedenavond, meneer Kranendonk. Goedenavond. Is het een handige zet van Trump om het leger in te schakelen? Nou, handig is wel heel veel gezegd. Op zichzelf is het wel begrijpelijk. De toestand lijkt volledig uit de hand te lopen. En er is dringend behoefte aan herstel van orde en rust. Maar om daarvoor nu te dreigen met het leger is misschien wel het laatste middel wat je moet inzetten. Beter was geweest als Trump had geprobeerd in een toespraak de gemoederen tot kalmering te brengen. En dat heeft hij niet gedaan. Dat is ook tot teleurstelling van de mensen binnen zijn eigen partij. Hij heeft gezegd, ik deel rakenklappen uit als de gouverneurs niet snel orde op zaken stellen. Op zichzelf is dat ook nog een keer een tamelijk, juridisch gezien, een tamelijk loos dreigement. Ja, want Trump baseert zich op de oproerwet. En wat houdt die wet precies in? Die oproerwet uit 1807 geeft de president het recht om het leger in te zetten bij opstanden. Maar dat was in een totaal andere situatie. Deze situatie nu is dat je dat pas kunt doen als de gouverneurs toestemming geven of hulp vragen aan de president om met het leger te komen helpen. En dat is dan net de spanning. Trump heeft kritiek op de gouverneurs, die vindt hij te slap optreden. Ja. Daarom dreigt hij met de inzet van het leger. Alleen, dan moet hij weer bij die gouverneurs te biecht en dat zal hem niet gemakkelijk vallen. Nee. Nu is het in Amerika al een week onrustig, maar Trump heeft er pas gisteren voor het eerst iets over gezet. Waarom is dat zo laat? Eigenlijk zit Trump wel met dit probleem. Hij wil graag de president zijn die herstel van economie brengt, die herstel van rust en orde brengt. Hij voelt wel aan dat hij niet al te hard naar de zwarte gemeenschap kon optreden. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd wil hij ook de politie en ook vooral de conservatieve republikeinen, die bepaald niet gecharmeerd zijn van de zwarte minderheden, van zich vervreemden. En daardoor zit Trump zelf ook in een soort padstelling, in een klemsituatie waar hij niet goed weet uit te komen. En hij heeft aanvankelijk gedacht, het zal zichzelf wel herstellen. En dat is een misrekening gebleken. Ja. Nou is Trump na afloop van zijn speech naar de St. John's Church gelopen. Wat wil hij daarmee zeggen? De St. John Church is de kerk waar de presidenten vaak naartoe gaan als ze beëdigd zijn, als ze geïnaugureerd zijn. Het is zeg maar het kerkelijk onderdak voor de presidenten, althans als ze in hun ambt staan. Mm-hmm. Die zeggen dat elke president daar lid is. Hij heeft bij die kerk een belofte afgelegd dat hij zich zal inzetten voor dorpen waar de herstel van orde en rust, met de Bijbel in zijn hand. Het is lastig om helemaal in het hart van Trump te kijken. Dus ik wil niet op voorhand zeggen dat dat allemaal maar show is. Maar hij weet wel dat dit gebaar bij een aantal christenen waardering zal oogsten. Het zijn juist de christenen die hij nodig heeft om straks in de verkiezingen in het zadel te blijven. Ja. Wim Kranendonk, Amerika-kenner. Dank voor uw toelichting. Gisteren kwamen ook duizenden mensen bij elkaar op de Dam in Amsterdam om te demonstreren tegen racisme. Daarover ga ik praten met theoloog Hedwig Komproe. Goedenavond, meneer Komproe. Goedenavond. Hoe kijkt u naar alle demonstraties op de Dam en in Amerika? Nou, ik zie het als de bekende druppel die de emmer deed overlopen. Mm-hmm. Het is een uitbarsting, omdat het nu echt
heel erg is geworden. Het is al een tijdje gaande, maar belangrijk of opvallend is dat nu ook de witte bevolkingsgroep heeft meegedaan in Amerika. En niet alleen de zwarte Black Lives Matter beweging. Mm-hmm. En daardoor is er meer support en het is ook uitgewaaid naar andere delen van de wereld, zoals Londen en nu in Nederland. En ik begrijp dat er steun is, want iedereen is het meer dan zat, dat gedoe dat allemaal alleen maar de zwarte constant worden mishandeld en vermoord door de politie in Amerika. Is er verschil tussen de uitingen van racisme in Amerika en in Amsterdam? In Amerika is het allemaal keihard en zeer duidelijk. Mm-hmm. In Nederland is dat subtieler en meer ondergronds. Het is wel, maar racisme is er overal. Het is daar, zowel als hier. Oost-Europa veel harder dan West-Europa, maar of het hier speelt, wel degelijk. Mm-hmm. En dan praat ik voor Nederland, maar dan hebben we het over België en Duitsland, noem maar op. Nu bent u ook politicus. Hoe kijkt u daar als politicus naar? Tegen racisme? Mm-hmm. Dat is een heel andere pet op. Mm-hmm. Maar als politicus zou ik zeggen dat ik ben een christenpoliticus. Dus we vertrekken vanuit het woord van God, vanuit de Bijbel. Ja. En daarin staat dat iedereen gelijk is en iedereen zelf de rechten heeft. Uiteindelijk is er geen verschil tussen man, vrouw, huidskleuren of Jood of niet-Jood, zegt Paulus in het boek van Galaten. Ja. En Jezus is het voorbeeld van naaste liefde. Dus dat is mijn vertrekpunt. Ja. En snapt u de demonstraties? Waarom er demonstraties zijn? Wel degelijk. En ik moet u zeggen, ik heb er altijd onder geleden. Ik heb het heel veel pijn doorgehad. Niet alleen ik, maar heel veel kleurgenoten, zoals ik dat noem. Omdat we dat zien in onrechtvaardigheid. En je hebt die macht niet om daar verandering in te brengen. Dus nu hoop ik dat er wel verandering gaat komen. Ja. Nu is er heel veel kritiek geuit op burgemeester Halsema. In hoe zij het aangepakt heeft afgelopen of gisteren met de demonstraties. Hè. Er kon geen anderhalve meter aangehouden worden. Vindt u dat terecht? Ik heb op het nieuws gezien, heb ik haar horen spreken vanochtend, dat ze geen politie heeft ingezet om niet de juiste tegenovergestelde te bereiken. Ook wat in Amerika heeft plaatsgevonden. Maar ik vond het niet handig, want als burgemeester moet je natuurlijk wel optreden. Mm-hmm. En ik vond het niet sterk wat ze gedaan heeft. Als ik nu naar die foto kijk, dat is massaal. Dus iedereen is corona vergeten, in Amerika ook, maar hier helemaal. Ja. En dan vraag ik me af of er niet een andere methode was om toe te passen. Ze had bijvoorbeeld ook, kijk in Miami, daar hebben de politieagenten ook vredelievend zonder wapens, knielend, een gebaar gemaakt, waardoor demonstranten in tranen zijn uitgebarsten, heb ik begrepen. Hier had ze misschien iets anders kunnen doen, met witte rozen of zo gaan staan, maar niet niks doen is een teken van zwakte. Oké. En nou komt er ook racisme voor binnen de kerk. Hoe uitzicht dat? Racisme zit in de gemeenschap, dus dan zit het ook in de kerk als onderdeel van de gemeenschap. En in de kerk, kerken onderling, merk je dat? De zogenaamde migrantenkerken, zoals dat mooi gedefinieerd wordt, die kunnen meestal geen moeilijk, althans huisvesting krijgen. En men weert bepaalde witte kerken, die weren de migrantenkerken in bepaalde buurten. In Amsterdam, maar ook in andere delen van Nederland, omdat ze vinden dat die migrantenkerken te luidruchtig zijn op bepaalde vooroordelen. Dat ze bijvoorbeeld de stoelen gaan schoonmaken als wij bijvoorbeeld ruimte hebben gehuurd en dan weer vertrokken zijn. Hoe komt het dat ze weinig ruimte kunnen vinden om hun kerk te houden? Nou, letterlijk is gezegd dat het te luidruchtig is. Mm-hmm. Dat heb ik vaker gehoord, ook door politici. En dat het lang duurt. En ja, men wil ze vaak niet in de buurt hebben. Men heeft tegen mij gezegd, ik kom ook op voor andere kerken en delen van des lands. En dan zeggen ze dat de cultuurkenmerken, waardoor het niet altijd aantrekkelijk zijn. Huizen, prijzen, dalen, dat soort dingen hoor je dan. Mm. Als je in bepaalde wijken een kerk wil gaan huren. In Amsterdam-Zuidoost staan er heel veel gebouwen leeg. Mm-hmm. En terwijl daar heel veel kerken zijn die ruimte zoeken. En kennelijk is dat lucratiever om ze leeg te houden dan ze uithuren aan migrantenkerken. Oké. En in welke stromingen komt racisme binnen de kerk het meest voor, denkt u? Nou, de meeste stromingen. Ik denk niet dat het alleen maar voor Nederland is, hoor. Ik bedoel, los van zwart-wit heb je dat ook in Azië en andere delen van de wereld. Ook zwarten onderling moet ik ook bekennen als ik ga kijken in Afrika.
Nigerianen die zwaar gediscrimineerd worden door Zuid-Afrikanen bijvoorbeeld als gastarbeiders. Mm-hmm. Nou, ik kom uit Curaçao, maar als ik hoorde wat er met de Venezolaanse vluchtelingen daar gebeurt, dan vraag ik me ook af of dat terecht is. Zijn christenen zich daarvan bewust? Van het probleem? Ja. Ik weet niet of christenen dat bewust doen, maar er zijn zoveel dingen in de naam van christendom gedaan. Mm-hmm. Denk maar aan apartheid en slavernij. Mm-hmm. En nu ook Trump die dan gaat staan met zo'n bijbel. Ik vraag me af in hoeverre hij dat bewust doet of niet bewust, want ja. Het zijn natuurlijk politieke dingen wat hij doet. Hij blijft een politicus en als hij dan met zo'n bijbel gaat staan, ik bedoel, je kan beter Jezus nadoen en, mm-hmm. in plaats van met een bijbel daar gaan staan. In feite had hij daar de mensen meer vredelievend, zoals die vorige spreker heeft gezegd, vredelievender kunnen toespreken, waardoor er meer bereikt had kunnen worden. Is dat hoe wij ons als christenen kunnen verzetten? Is dat de beste manier? Door vredelievender met elkaar om te gaan? Nou, uiteindelijk wel, want Jezus zegt dat je de andere wang moet keren. Mm-hmm. Nou begrijp ik dat dat natuurlijk heel moeilijk is in sommige gevallen. En er zijn ook oorlogen gevoerd in de naam van Jezus. En soms, Dietrich Bonhoeffer die zei dat je soms dat het geoorloofd is om geweld te gebruiken om het goede te bereiken. Mm-hmm. Dus dat is een theologische discussie. Maar wat nu gebeurt in Amerika en overal, is omdat het echt nu basta is. En basta is een term dat in alle talen hetzelfde betekent. Ja, en dat zien we dus ook doordat de demonstraties nu niet alleen meer door zwarte mensen gedaan worden, maar dat witte mensen zich Precies. daaraan dus toevoegen. Precies, en daardoor merk je weer, is er wel meer oren naar, is er meer effect. Het is, ik kan me niet voorstellen dat nu helemaal niks gaat gebeuren. Het begint in Amerika, maar ook hier, als we in Nederland kijken, dan heb ik het ook bijvoorbeeld over de jeugd in de kerk, waar ik het net over vroeg. De jeugdigen die hier geboren zijn bijvoorbeeld, of hier jongs naartoe zijn gekomen en hier zijn opgegroeid, die worden nog steeds gediscrimineerd. Althans, dat voelen ze, dat ervaren ze en dat komen ze ook bij ons als kerkgangers. Kerkleiders komen ze dat uiten omdat ze niet geaccepteerd worden en ook geweigerd worden nog om bepaalde plekken binnen te komen in de avonduren. En dan bij de coronatijd is het natuurlijk anders, maar het is toch zo dat zij niet overal toegelaten worden. En als er iets is, een opstootje of zo ergens in een supermarkt, dan hoor je gelijk van ga weg naar terug naar je land, terug naar je eiland. Terwijl ze hier geboren zijn. Geboren en getogen en ze kennen Curaçao of Suriname helemaal niet. Ze zijn gewoon hier in Amsterdam of in Den Helder geboren en getogen. Nou, u bent voorganger. Hoe komt racisme ook in uw eigen gemeente voor? En hoe uitzicht dat dan? Nou, in onze eigen gemeente kan ik geen racisme noemen. Mm-hmm. Het is overwegend Antillianen en Surinamers die ons bezoeken en aangetrouwde Hollandse mensen. Dus dat kennen we dan niet. Mm-hmm. Dat kennen we in mijn gemeente. Maar dat komt natuurlijk ook wel voor als men over een bepaalde andere groepen praat, dan heeft men ook over de Chinees of die Hollander. Of die, dat wordt makkelijker, omdat je altijd als token natuurlijk altijd opvalt. Ja. En zelf, als ik als enige zwarte ergens ben, of ik het nou goed doe of slecht doe, ik word altijd meteen gezien als ik binnenkom. Zou het een oplossing zijn om overwegend witte kerken en overwegend zwarte kerken samen te voegen? Dat is de bedoeling. En Samenkerk in Nederland, Skin, in Amersfoort gevestigd, doet daar heel veel goed werk in. En met onze voorzitter Rohinde Meinals, die trekt die kar. En we hebben een hele energieke medewerkster nu, Madelon Grant, die kwam van Skin Rotterdam. En een van de belangrijkste doelstellingen is dat we het is één gemeente, het is één lichaam van Christus, om daaraan te werken, om dat te realiseren, in plaats van die polarisatie. Ja, laatste vraag. Denkt u dat deze demonstraties de tij gaan keren? Ik denk wel dat ze misschien niet abrupt, maar dat gaat wel de andere kant op nu. Ik kan me niet voorstellen dat het... Het is ook veel beter geworden, moet ik zeggen. Ik ben in 1976 voor het eerst in Nederland aangekomen, militaire dienst. Maar toen was het racisme hier ook. De discriminatie was ook harder dan nu. Terwijl er nu veel meer allochtonen woonachtig zijn in Nederland. En, dus ik denk dat het de goede kant op gaat. En we blijven hoop houden, want alles is mogelijk met Jezus Christus. Dank u wel. Dank u wel. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Dank u wel voor het kijken. Ik zie u graag morgen. Tot dan. Dag.